Nou, jullie mogen het vertellen. Ik ben blij dat ik daar een risico moet nemen. Maar ik hoop dat ik hier aan de rij vanaf positie 1 komt eerst een beetje naar buiten. Buiten dan naar binnen, maar heeft dan toch inmiddels al 3 plaatsen verloren. Dan worden er inmiddels, en dan zit hij al op plaats 5. Vanuit de beste startpositie van 4 open 67. Als ik het goed zie, dat is de man die aan de leiding gaat. Daar komt nummer 11, Jano Roosmalen op de tweede plaats. Lijkt ook onbedreigd door te gaan naar de finale. 79, dan Henry Langens zit ook nog goed. En dan is het 68, Henry van der Donk. Wordt hij nog in de problemen gebracht door Wim de Ruiter? Nee, dat wordt hij niet. En dan gaan we alweer naar de laatste.